Hi, mijn naam is Marie-Thérèse Suiker en ik ben senior van het team jobcoaching bij AMatch. Ons team bestaat momenteel uit 14 jobcoaches. Als je door de gemeente of het UWV wordt aangemeld bij AMatch, dan heb je recht op een jobcoach. Het kan zijn dat je het MJP-programma hebt doorlopen en dat je met een matcher een betaalde baan hebt gevonden. Maar het kan ook zijn dat je zelf een betaalde baan hebt gevonden. En ook dan komt de jobcoach in beeld. Wat doet een jobcoach? Nou, het doel is heel simpel. Jij moet lekker op je plek zitten. Je moet je goed voelen op je werkplek. En hoe doen we dat? Nou, aan het begin maken we een coachplan. En daarin noteren we de doelen die jij wilt halen. Dus waar heb je ondersteuning bij nodig en waar kunnen wij je bij helpen? Natuurlijk komen we ook op je werkplek, waar we gesprekken voeren met je werkgever en met jou. En we geven tips hoe jij soms beter je werk kan uitvoeren. En af en toe hebben we ook gesprekken met de werkgever over de voortgang. En uiteraard kunnen we jou hierin ondersteunen, want we zijn er immers voor jou. De jobcoaches van AMatch vinden het heel belangrijk dat we kijken naar wat je kan en niet naar wat je niet kan. Het kan ook zijn dat je door het UWV wordt aangemeld bij AMatch. En dan zal dat zijn voor een werkfit traject of een naar werk traject. Ook dan komt de jobcoach in beeld en zorgt met jou dat de zoektocht naar werk wordt opgepakt. Bij een werkfit traject mag je bijvoorbeeld eerst vrijwilligerswerk doen en kijken we hoe vaak je bijvoorbeeld kan werken, hoeveel uur je kan werken, je belastbaarheid. Daarna kunnen we op zoek naar betaald werk en ook dan kunnen we een jobcoaching inzetten. Voor beide trajecten geldt, als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, dan gaan we die samen aan, want je hoeft het niet alleen te doen.